Yo iedereen van BeLive en welkom bij het derde seizoen van Rollercoaster Tycoon Classic en ook bij de eerste aflevering van het derde seizoen. En toen het is al bij de Robijn nog de lijst in een aantal groepen verdeeld. Kijk, daar is het trein. En wat is ons doel? Veranderen de grote verlaten mijn in een toeristische attractie in een pretpark. Op zijn minst 800 bezoekers in je park te hebben aan het einde van oktober jaar 3. Met een beoordeling van het park minstens 600. Oké, we gaan eens kijken wat we hebben. We hebben een redelijk groot oppervlakte, zie ik. Aha, we kunnen toegangsprijs vragen. En we zitten met de attracties. Is dat gratis of... Ja, dat is weer nu het nadeel, dus dat attracties gratis zijn. Misschien dat we 6 euro vragen voor de ingang. Kijken voor de draaimolen. Hier gaan plaatsen. Hier de ingang. En dan gaan we daar de uitgang plaatsen. Plaatsen we hier de ingang. Gaan we daar de uitgang plaatsen. Met onze lening is 10.000, zoals gewoonlijk. Heel groot nadeel is wel dat er heel veel heuvels en zo zijn, maar we hebben wel een redelijke oppervlakte voor te gaan bouwen. Dus we kunnen de paden nog tot daar en zo optrekken, dus misschien dat ook kunnen doen. Eens kijken, dus voor de paden. Nou, dan kunnen we hier ook al attracties gaan bouwen. Eens kijken wat we hebben. Een Rapid River, nice. King's Rapids. Dit gaan we een beetje verder gaan bouwen. Misschien al een grote investering, maar de mensen hebben toch iets aan attracties dan. Nu moeten we vooral het geld uit onze krampjes kunnen halen. Zoals je ziet zijn de attracties gratis. En onze bezoekers stijgen, dat is heel goed. Tuurlijk moeten we nog veel meer bezoekers in ons park krijgen. Dan gaan we nog een beetje verder. Neem misschien een beetje over nog. Denk zoiets. Yes. Dat we het pad naar beneden brengen, maar dat is geen probleem. Nou, de moeilijkheidsgraad is nu wel dat we alleen maar geld kunnen verdienen aan onze ingang en kraampjes. Een nachtbaan met looping. Jullie weten dat mijn favorieten daarin zitten, turbine. De Schwarzkopf. Schwarzkopf Launch Coaster. Dus we zijn eigenlijk echt in het rood nu. We hebben nog niet echt geen winst gemaakt, jammer genoeg. Misschien moeten we onze kraampjes misschien wat meer aanvragen. Misschien euro 2. Euro voor de drink. Voor de 2 euro voor het drankje. Misschien ook 2 euro voor een frietje. Zo heel veel geld lenen. Direct attracties gaan plaatsen. Kan ook doen. Dan dus moeten we dat maximum bedrag lenen. Oei, we hebben het al gedaan. Oei, dat is het maximum bedrag dat we kunnen lenen. Oei, veel attracties gaan we niet kunnen bouwen. Alhoewel staan hier wel nog enkele goede attracties voor te kunnen plaatsen. Maar weet je wat we gaan toch doen? Want tot maximum bedrag hier hebben we nu kunnen lenen. Dan gaan we naar de achtbanen op. Dan gaan we hier de turbine hier plaatsen. Nu moeten we wel een serieus pad naar daarop kunnen bouwen. Kijk, en zo gaan we wel wat bezoekers kunnen lokken. Natuurlijk gaan we hier bankjes moeten plaatsen. Zo wat bankjes en vuilnisbakken. Het is een lange weg naar de achtbaan op. Prullenbakken nemen, zodat de paden natuurlijk proper blijven. Ik vind het jammer dat we nu geen geld voor de attracties kunnen vragen, want met onze achtbanen verdienen we ook het meeste van allemaal. Zo'n beetje zo het ruigrijk van de Efteling van maken, waar alle achtbanen staan. Dan hebben we hier weer 2 zakken, zo. Oh, niet de bedoeling, dit zo, voilà. En dan hebben ze nog een achtbaan voor in te kunnen. Zo, dan hebben we 2 achtbanen al. Natuurlijk zal het dus bezoekers trekken. Oh mensen, kijk eens wat we hier hebben. Onze informatiekiosk. Mijn favoriete kraampje van heel het spel. Dus hier gaan we een ingang plaatsen. Zo. En de bezoekers blijven maar klaar dat ze geen toilet kunnen vinden. Dus we zijn ook wel meer toiletten gaan moeten bouwen in het park. Dus ondertussen heb ik hier ook al ingezet. We moeten maar een kleine leningetje nog hier terug afbetalen. Nog geen kwaad. Dan wil je natuurlijk weer een bordje zetten voor de uithang. Zo, dan kunnen we ondertussen weer bezoekers aanlokken. Maar ondertussen in juli al. En dat is ook in oktober. We hebben nog een paar maanden te gaan. Dan zijn we in oktober van jaar 3. Dus dat we 800 bezoekers moeten halen. We zitten eigenlijk al goed boven, moet ik zeggen. Ons park is redelijk rendabel geworden. Kijk, hier staat al volle wachtrij ondertussen. We kunnen nu weer toiletten vinden. Kijk, ze lopen hier naast 2 toiletten. Oh ja, daar zijn 2 toiletten. Waar hebben we nog geen toiletten? Dan kunnen we een toilet plaatsen. Hier lopen we voor 3 toiletten voorbij. Oh, we zijn ondertussen al oktober. 13e oktober. En we gaan ons doel sowieso halen. Want onze beoordeling is ook goed. Ons aantal bezoekers is ook goed. En hetgeen dat we moeten halen is ideaal feitelijk. En ons park is zeer rendabel aan het worden.
Wel, de dagen in het oog houden. Kijk, 29. Hou je vast, want ons doel gaat toch sowieso halen, want we zitten al genoeg boven ons bezoekersaantal. Of er moet iets heel drastisch gaan gebeuren, maar ik betwijfel het eerlijk gezegd. 31. Dus nog een dagje wachten en ons doel is bereikt. Life heeft weer een mooie fix om deze doelen te kunnen gaan bereiken. Zo, dat was doel bereikt. Dus hebben we hier BeLive in. Zo, en vond je dit een leuke video? Geef allemaal zeker al dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat ik telkens een melding krijg wanneer ik een video upload. Laat een reactie naar wat je van deze video vindt. Stuur hem zoveel mogelijk door met al je vrienden. En ik zie je terug in de volgende video.